Dag dames en heren, goedemorgen. Het wordt wederom een grijze dag vandaag. We hebben te maken met zwakke storingen die vanuit het westen via ons land naar het oosten trekken. En vanochtend valt er op sommige plaatsen al wat regen, motregen. Daarna wordt het een tijdje wat droger en dan komt in de loop van de middag de volgende zwakke storing die we aan. En verder is het ook een beetje nevelig vandaag. Grijs weer, geen zon, af en toe een beetje regen, motregen. Maar zeker niet koud. Temperaturen 7 tot 9 graden. En daarbij waait er een matige wind uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht verandert eigenlijk heel erg weinig: veel bewolking, soms wat regen. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan, maar het wordt niet koud. 6 tot 8 graden zijn de minimumtemperaturen. En de wind is zwak tot matig uit zuid- tot zuidwest. Morgen een kleine verandering. Een beetje zon. In de loop van de middag, vooral in het zuiden. Het noorden blijft bewolkt met af en toe nog wat lichte regen. En het wordt ook wat zachter met 10 graden. De dagen daarna blijft het overwegend droog. Met vooral donderdag af en toe wat zonneschijn. Maar de temperaturen gaan langzaam wat terug. Overdag wordt het 7 of 8 graden. En s'nachts koelt het af naar zo'n 2 of 3 graden. Een fijne dag nog.